sport en school in townships dankzij een hardloper. We zijn in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hier vindt over 2 dagen de Two Oceans Marathon plaats. Leslie Pangemanan is met een groep Nederlanders het parcours alvast aan het verkennen. Waarom is dit gewoon de mooiste marathon ter wereld? Dat is dit toch? Ik bedoel, ik denk dat, er werd net gezegd, magisch. En als je dat maar in je hoofd hebt, dan vergeet je alle pijn en hoe zwaar het is of gaat worden. Maar dit geeft je ook heel veel energie gewoon. Al 8 jaar loopt Leslie samen met andere hardlopers deze grote wedstrijd in Kaapstad. Maar ze gaan niet alleen voor de sport. Het doel met het lopen van de mooiste marathon ter wereld, de Two Oceans Marathon, is dat ik, je kan het zeggen, mensen enthousiasmeer, mensen verleid misschien om met mij mee te gaan. Deze toch wel hele bijzondere, zware wedstrijd ook te lopen. En net als ik geld in te zamelen voor Stichting Run for Schools. Mitchells Plain is een township van Kaapstad met meer dan 1,5 miljoen inwoners. Een wijk met enorm veel criminaliteit en drugsgebruik. It can be very dangerous. Especially when you live in a place like this. It can be very dangerous. Hier werkt de organisatie Run for Schools op 4 basisscholen om door middel van sportprojecten de kinderen te helpen. Pauline Rix is schoolhoofd en vertelt hoe moeilijk het is voor de kinderen om hier op te groeien. The environment is not very secure for our children. It's not very safe. So having them play here in the school ground where we have security, where the coaches are, where the security have dogs to patrol the perimeters, outside perimeters of the school, children is fairly safe once they're inside. As a mother, for me, it's difficult to live in a place like this. Why? Especially for my 2 children. The drugs, alcohol, gangsterism, when it's rain, the place are not safe. It's leaking here. It's just terrible. Het doel van Run for Schools is om de kinderen laten hardlopen, kinderen laten voetballen, cricket, gewoon de nationale sporten die hier ook worden gedaan. Dat creëren wij door sportmaterialen aan te leveren, maar ook vooral door sportcoaches aan te leveren. En die sportcoaches die werken in school en na school. In school hebben wij op dit moment, kunnen wij de kinderen via het schoolcurriculum lopen wij mee. En kunnen wij zeggen dat we elk kind elke week 45 minuten sport aan kunnen bieden. En na school is het project open voor iedereen. Dan is het een soort van sportinstuif. En dan worden er verschillende veldjes gecreëerd waar er gespeeld kan worden. Zaterdag 7 april om 6:30 's morgens is de start van de 56 kilometer lange Two Oceans Marathon. In het begin is het nog droog, maar de omstandigheden worden steeds zwaarder. Ik heb hier nu 8 keer gelopen en het is elke keer weer toch wel de spanning, weten wat je te wachten staat. Helaas was het heel erg zwaar weer qua regen. En dat vertraagt je toch een beetje. Dat maakt het toch iets zwaarder. Het was niet zomaar regen, het was gewoon echt noodweer. Als ik aan het lopen ben, is puur lichamelijk even. Ben je bezig met jezelf? Hey, hoe voelt alles? Even in contact komen met jezelf. Maar dan juist op de moeilijkere momenten denk je aan waarvoor je het doet. Waarvoor je rent. Dan denk je aan de steun die je van thuis krijgt, van je vrouw, van je kinderen. Maar ook zeker de kinderen uiteindelijk hier in het project. Want als we dat voor ogen houden of voor doen, dan geef je dat gewoon energie. The after school program of Run for Schools. Keep the children off the streets. Outside, there's no activities for our children. The children get involved in gangsterism. They get involved in experimenting with the drugs, soft drugs like Taha. They get involved with smoking. They get involved with robbing other children. So the after school program of Run for Schools keeps the children off the streets, involved with positive activities, where their self-esteem is built, where they learn what true friendship is all about.
De kinderen van Run for Schools, die nemen wij de dag voor de wedstrijd nemen wij die mee naar de funderen. En dat is ook een van de projecten, we noemen dat een holiday program, waarbij we 120 kinderen meenemen met onze coaches. En daar hebben ze een geweldige ervaring. Ze rennen 5 kilometer. Dus voor heel veel kinderen is het de eerste keer dat ze het Mitchell's Plain, het township, uitkomen. I think this Run for School is something great. Especially my child, he learned respect there. He learned how to respect me and his father. He learned how to respect his elder sister. He learned everything, every day. He come with a new thing home that Coach Andre just taught him today. And I love it and it keeps him busy because he's still 7 years old. Because of this, he knows what choice to make in the future one day, you know? Leslie gaat na 4 uur en 56 loodzware kilometers door de finish. Een topprestatie. Samen met de andere Nederlandse lopers heeft hij €8000 voor de kinderen van Mitchell's Plain bij elkaar gelopen.